Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van en geen financieel advies. En het is weer zover. De koers van Bitcoin had een bullish uitbraak gisteren. Dus Elon Musk vond het nodig om daar weer over te tweeten. Wat is er gebeurd? We gaan kijken naar de Bitcoin koers. Hoe is de invloed op de altcoins? Wat kunnen we daarvan verwachten? En wat de hel is cummies? Dus daar gaan we een naar kijken in deze video. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En deze video wordt in samenwerking gemaakt met Crypto Insiders. Als jij een member bent, kun jij stemmen op de altcoins die ik behandel in deze Videoreekse. En deze video is op vrijdag. Normaal gesproken doe ik hem eigenlijk altijd op zaterdag. De komende tijd zal het op vrijdag zijn. De weekenden die ga ik wat meer vrij nemen. Want Bitcoin en cryptocurrency die zullen de rest van de, ja, de komende weken in mijn ogen vooral zijwaarts blijven bewegen. Niet al te spannende bewegingen. Dus het is tijd om daar ook goed van het weekend te kunnen genieten. Om in de tweede fase van deze bullrun weer de vol tegenaan te kunnen gaan. De updates in de premium Discord groep die blijven ook in de weekenden natuurlijk wel doorgaan. Dan. Bitcoin koers daalt hard na de Musk-tweets. Heeft Tesla zijn bitcoins verkocht? Dat weten we natuurlijk niet en dat zullen we pas. Ik geloof dat. Ik weet niet of dat deze maand is of volgende maand. Eh, als de kwartaalcijfers bekend worden gemaakt van Tesla, hè, dan moeten ze ook laten zien wat ze op de balans hebben. Dan zullen we het in ieder geval zeker weten. Maar hij tweette in ieder geval dat zijn hart gebroken was eh, richting Bitcoin. Dus dat is jammer. Voor hem. En daarna ook, waarom ben je aan het huilen? Omdat er een dikke rode candlestick. Uh, Na de tweet kwam van Elon Musk. Uh, dus hij laat zien waarom huil je? Omdat er een grote rode candlestick is. Ik vind het allemaal een beetje apart. Natuurlijk is het niet. Uh, het is in mijn ogen vrij gepland. Hè? Want Bitcoin die was juist aan het uitbreken. Wellicht is het te vroeg voor de big boys om door te gaan naar boven. Want dan hebben ze meer bitcoins nodig? Um, in ieder geval zorgt het weer voor een koersdaling. Dus. Wellicht is hij ook wel gewoon een beetje op zijn teentjes getrapt, want we hebben natuurlijk een Bitcoin-conferentie dit weekend. Wellicht is hij niet uitgenodigd. En hè, we zien ook billboards in Miami rondhangen, stick to space Elon, eh, ook omdat ze het gewoon zat zijn. En ik zie aan heel veel reacties, de mensen zijn het zat, Elon Musk en zijn tweets over Bitcoin en cryptocurrencies. En we zien ook dat, hè, we zien wel een daling hier. Maar de daling is niet zo heftig als toen hij dat eerder deed, eh, rond de 55.000 dollar uit mijn hoofd. Dus zijn invloed is er zeker wel, maar dat zal ook wel minder gaan worden. Dan nog even FTX. He, ik krijg vaak de vraag welke beurs gebruik jij? Ook via de mail en via berichtjes. FTX is de beurs die ik hoofdzakelijk gebruik om mee te traden. Je hebt daar zoveel meer trade-opties dan op andere beurzen. Um, dus ga dat checken. En je kunt ook mijn referral link gebruiken. En dat geeft je 5% extra korting. Um, en je kunt ook deze tutorial bekijken om te weten te komen waarom ik het een veel betere beurs vind dan Bitmax en andere beurzen. Dan nog voordat we naar de grafieken gaan. Heb je uh, op de blockchain nog wat wallets. En daar heb je cryptocurrencies en die wil je versturen, dan is dit misschien wel een heel goed moment. Want zeker voor Ethereum zijn de fees enorm veel lager. He, tot een maand twee of een à twee maanden geleden betaalde je nog tussen de 100 tot wel 300 dollar voor één transactie. En dat is nu na de 6 dollar. Dus als je wat wil verschrijven, dan is dit het moment om dat te gaan doen. Dan Bitcoin op de daily. Wat kunnen we daarvan verwachten? We zitten wat dat betreft nog steeds in een evenwichtpatroon. Dus de mooie blauwe evenwichtpatroon. Die heeft nu inmiddels een fake out naar boven gehad. Het was positief dat hij erboven boven was gesloten. Toen kwam Elon Musk. Toen kregen we een dump. Afhankelijk van hoe deze candlestick sluit. Kan het een bearish engulfing candlestick zijn? En dat betekent dat we dan in de dagen daarna ook wat meer rood kunnen verwachten. Maar goed, het is te vroeg om te zeggen. We hebben nog 16 uur te gaan. We zitten pas op twee derde van de dag. En de mooie, het mooie evenwichtpatroon, ja, dat zal iets moeten veranderen. Maar we zitten nog steeds in een evenwichtpatroon. Hè? Want we hebben hier een low, een high, higher low, lower high. Higher low en ook hier weer een lower high. Dus het meest waarschijnlijke scenario is hier een higher low vormen. En daarvoor kijk ik in de Golden Pocket regio rond de 35.400 tot de 35.400 even inzoomen: 35.550 tot de 35.380. Waarbij we ook nog een stukje uit kunnen schieten hier onder naar de 0,786 op de 34.600. dus dit is hier, kijk als het volgende target gebied hier. In de komende dagen en het zou bearish zijn als ze dus eigenlijk ja, die 34.000 tot 35.000 als support verliezen. Dus als ze hier onderuit schieten en dit bearish afwijzen, dat zou bearish zijn. En dan gaan we in ieder geval door richting de 33.000 dollar. En als we dat als support verliezen, ja, dan zie ik de koers terug zakken in richting de onderkant van deze witte rechthoek. En, en dan zitten we dus weer op de 30.000 dollar. Maar nogmaals, we zitten nog steeds binnen deze witte rechthoek. Hè, en in mijn ogen is dit ook gewoon een accumulatiefase. Dit kan weken duren voordat we uitbreken. Uh, we hadden hier de potentie om eruit te breken. Dat is niet gebeurd. Wanneer kunnen we wat meer boelig zijn als we op de korte termijn weer boven de 39.250 komen? Hè, deze laatste high die we hier zien dan zouden we wat meer bullish actie kunnen krijgen. Maar daarna is het ook veel weerstand. De 200 daily moving average, deze gele lijn. De 42.000 tot 43.000 regio. En als we hierboven kunnen komen... dan zie ik de koers in ieder geval nog wel een goede stijging maken... in richting de 50.000 dollar. Met als eerste weerstand hier die 46.000 dollar. Dus dat voor Bitcoin op de daily. Um, ik verwacht de komende dagen eigenlijk gewoon niet al te veel spannend. De 4 downtrend is... Waarschijnlijk begonnen, dan gaan we naar kijken. He, dus dat betekent dat lagere timeframes dat we zoiets kunnen gaan krijgen. Dus hier de lagere timeframes um, he, Dus wat ik bedoel is dat we zaten in een mooie 4-uptrend met een low, high, higher, low, higher, high, higher, low, higher, high. Ook hier in higher, low. En op een gegeven moment maakten we hier dus een lower high. Kan ook gezien worden als een double top, gaan we zo recht even bekijken. Maar we hebben in ieder geval niet meer een high-low gemaakt op de 4 uur, wat betekent dat die downtrend... Uh, ja, zeer waarschijnlijk gebroken gaat worden. Tenzij we hier iets van een V-shape recovery krijgen. En meteen weer boven die 39.250 komen. Dat verwacht ik niet. Uh, ik verwacht hier eigenlijk eerder een 4 uur downtrend. Hè, waarbij de koers, de 1 uur RSI is oversold. Gaan we zo naar kijken. Hè, dat we hier een 4 uur low high gaan maken. En vervolgens ook een lower low. En hier dus eigenlijk een downtrend krijgen. Richting deze target area. Ehm um, en als we nog even inzoomen op de 1 u grafiek, dan zien we in ieder geval dat de koers hier, de RSI is weer is, is heel erg laag. Dus ze zouden hier zeker een bounce kunnen krijgen. Um, en als we ook kijken naar de huidige vorming, met nog 10 minuten te gaan, dan zien we hier een Dragonfly Doji. En dat is een bullish candlestick en die kan dus een bounce uh, teweeg brengen. Ook omdat de RSI hier toch nog niet helemaal oversold is, maar wel weer vrij laag. En we hebben al een goede downtrend gekregen hier op de 1 uur. High, low, low high, lower low. Dus we zouden hier een goede bounce kunnen krijgen... Um, om aan te geven dat we in ieder geval de 4 uur high low hebben gemaakt. Of sorry, een 4 uur low. En dan krijgen we hier potentieel dan een 1 uur uptrend. En dan zouden we hier een low high kunnen vormen op de 4 uur... om die downtrend te krijgen op de 4 uur. Wat dat betreft nog even afwachten. De schade, nogmaals in mijn ogen, is beperkter dan eerder voor... Um, uh, op basis van de tweets van Elon Musk. En als we naar de daily kijken, hij liet eerder al een, uh, op de Rising Wedge hier, ging die uh, tweet over bitcoin en die reactie was natuurlijk veel groter. En dat is natuurlijk ook gewoon deels omdat er minder mensen zijn... om hun bitcoins te verkopen. Um, he, heel veel mensen hebben hier al in paniek zitten verkopen. Dus die mensen kunnen niet meer in paniek verkopen. En zodra er um, ja, geen mensen meer zijn om te verkopen... betekent het dat de kopers weer zullen overnemen. Um, dus dat voor Bitcoin. Dus wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je dat zelf kunt doen. Minder afhankelijk van analisten, geen paniek verkopen. En je komt ook in de Premium Discord groep terecht, waarbij je meerdere updates over de dag heen krijgt en ook in de weekenden. Dus En je vindt de link voor de cursussen onder in de video beschrijving ook. En wil je eerst een gratis kennismakingscursus doen, dan kan dat natuurlijk. Om te kijken of het überhaupt iets is voor je. Je kunt een weekje kijk, meekijken in de Premium Discord groep. En als je meer wilt leren over shorten, handelen met Hefboom. Betere trader worden aan de hand van de tools ontdekken waar je fouten zitten. Dan kun je dus ook meer doen met deel 2. Dan nog een shoutout naar de Bitcoin webshop van Nederland. Heerlijk Bitcoin bier, open dus. Lekkere chocola, hele chille filtjes ook. Mooie bekers. En ook nou, nog meer chocola. Ik ben, wat dat betreft, ook wel een chocola-liefhebber. Maar goed. Um, Ethereum. Er was een mooie bullish setup gaande. Hè? Een mooie Adam en Eve-bodemingspatroon. Uh, maar we zien dus dat de altcoins. Ja, Wederom een sterke correlatie hebben met bitcoin op dit moment. En wat bitcoin doet, zal dicteren wat de altcoins zullen gaan doen. Dus de bullish setup voor de NMN Eve patroon die is op dit moment geïnvalideerd. Uh, Ethereum is ook hier mooi aan het meegaan met Bitcoin wat dat betreft. He, ik zie sterkere support aan de onderkant op de 2522 en hier ook de golden pocket regio op de 2430 tot de 2450. Dus in het beste bullish geval in ieder geval gaan we uh, voor, bit, voor Ethereum hier een kap en hendel vormen. He, dus de Eve van de Adam en Eve patroon, dat is was in dit ja, in mijn oog eigenlijk in, geïnvalideerd. Het zou nog iets grotere cup kunnen worden. Voor de uh, target maakt het niet zoveel uit. Want we kunnen hier ook een potentiële cap en handle vormen. Hè, waarbij de technische target wederom op die 36,27 zal liggen. Ik, en uiteindelijk zullen we ook wel de Adam uh, target gaan halen. Maar voorlopig lijkt het erop dat we eerst even naar beneden moeten gaan. En we zouden hier dus ook de 4 uur downtrend kunnen krijgen. Samen met Bitcoin. Um, hè, en als we hier dus ook een low high vormen op uh, de vier grafiek dan kun je daar natuurlijk ook een short nemen in richting deze golden pocket en de onderkant van deze groene box. Dan gaan we kijken naar Cardano. Eigenlijk voor alle altcoins een beetje hetzelfde verhaal als in um, de bullish setups, die worden geïnvalideerd. Hè, afgelopen. Uh, Gisteren was het gisteren alweer, jongen, jongen. Soms bereik ik de tijd een beetje kwijt. He, was er was een right angle descending broadening wedge. Die brak naar boven uit. Heeft ook zijn technische target gehaald. Maar daarna is de rest ook gaan dumpen met bitcoin. He, en ook hier een lower high. En inmiddels zijn we zo'n, even kijken, toch alweer 13% gezakt. Wel is de 4 uh, uur uptrend, is wat dat betreft ook gebroken. De daily uptrend, die is nog wel intact. He, dus we hebben hier een low, high, high, low en ook hier een high, high gemaakt. Dus het zit er dik in dat we hier een high, low gaan maken. Alleen is dat afhankelijk van Bitcoin waar we die gaan maken. Um, he, dus we zijn hier wel gebound in de Golden Pocket-regio. Dus dat is positief, ook van de opwaartse lijn. Dus best case scenario voor Cardano. Is hier in bounce en weer verder omhoog. Maar dat zal heel erg afhankelijk zijn van Bitcoin. En wat dat betreft, geloof ik voor Cardano versus de dollar in ieder geval niet dat we dat gaan krijgen. En dat we ook hier voorlopig hè, een high hebben gemaakt, een low low high gaan maken, en ook hier een 4-uur downtrend gaan krijgen. Samen met Bitcoin. En vanuit daar is het even kijken wat kunnen we kunnen gaan krijgen. He, als we hier verder doorzetten, de target is de 1,62. En hier de lows op 1,52, tot de support hier op de 1,48. Waar we naartoe terug zouden kunnen vallen. Dus dat voor Cardano in ieder geval. Bitcoin zal het meeslepen. En dan nog even kijken naar Atom BTC, een eerdere trade setup van de week. En daarom is het ook altijd belangrijk om winst te nemen, tussentijdse targets te hebben en ook je stoplossers te verhogen. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. De koersen kunnen altijd 180 graden omdraaien. Dus we zagen hier een uh, mooie Adam-nieuw patroon ook. He, die heeft niet zijn uiteindelijke technische target gehaald, maar wel zijn interim target, he, zijn eerste target. En dat is gemeten vanaf hier. Ja, van deze cup. Dus die is naar bovenuit gebroken. Heeft zijn eerste technische target gehaald. Maar daarna is het ook met Bitcoin gaan dumpen. En vanuit hier is het ook weer afwachten. Wat gaan we krijgen? Ja, we kunnen hier ook potentieel nog een, um, een head and shoulders vormen. Ja, dus deze even weghalen. We zouden hier een linkerschouder kunnen krijgen. Een hoofd. En hier nog een rechter schouder. En dit is dan de neklijn. Die moet iets schuiner op dit moment. En dat is nog even afwachten hoe die dan zal gaan aflopen. Maar nogmaals, ook hierin verwacht ik, het zal met bitcoin meegaan. Um, dan gaan we nog even kijken naar Dogecoin. Zelfs de favoriet van Elon Musk, die moet het ontgelden. En ik geloof dat ik afgelopen maandag al waarschuwde dat we wel een mooie pump kunnen krijgen. waarvan de targets gehaald zijn. Daarna volgde er een Rising Wedge. Geen idee meer of ik die in de Premium Discord groep had gedeeld of in de video ook. Die Rising Wedge is naar beneden uitgebroken, heeft zijn technische target ook gehaald. En is vanaf daar verder gaan dumpen. En gisteren tijdens de listing van Coinbase Pro. Dus we kregen een mooie pump vanwege die Coinbase Pro listing. Maar zoals ik al. Ook zij kunnen we juist een dump verwachten. En hier bij de pijl, dat is wanneer de listing, of tenminste de listing inderdaad, van start ging. Waarbij je kon traden. En vanuit daar kregen we eigenlijk meteen een dump. Bounce omhoog, verdere dump ook met Bitcoin. Dus wat we hier zien is in ieder geval dat de Golden Pocket regio is bereikt. Ik verwacht niet dat die stand houdt hier in dit geval. Um, en dat het met Bitcoin mee zal gaan. En ook hier he, een low high zal maken. De weerstand zit hier op de 38 cent. Een low high zal maken hier en dan door kan gaan naar beneden he, en de volgende support die zit hier weer op de 34 cent en uiteindelijk he, zal deze grote driehoek ook potentieel kunnen falen als dit als support verliest. Dus dat voor Dogecoin. Um, afwachten wat het met Bitcoin gaat doen. Verwacht hetzelfde patroon eigenlijk um, met de alt's en Bitcoin. Dan als laatste gaan we kijken naar Cummins Coin. Um, he, en er zijn uh, mensen die zien er wat in. Cum Rocket heet het, geloof ik. Absoluut een waanzin wat dit ook is. Uh, en dat halen ze hieruit. CUM, Canada, USA, Mexico. En daardoor kreeg uh, Cummys coin in ieder geval nog een goede pump. En het is een mooie pump, hè, dat uh, zeker weten. Uh, 130%, dus dat is zeker geen kleine uh, pump wat dat betreft. Ik heb geen idee wat deze munt is. Uh, het ziet eruit als absolute scheid wat dat betreft. Eh, we hebben eigenlijk een hele grote pump en dump gehad. En het is zelfs nog een grotere dump dan de meeste pump en dumps, want vaak blijven die nog wel rond de 0,786 hangen. Maar nu zijn we er ook ondergeschoten en eigenlijk bijna weer teruggekomen naar het nulpunt. Um, ja, ik zou hier eigenlijk ook helemaal niks mee doen. Dit is een hele grote gok. Eh, het zou hier een mooie high-low kunnen maken op die support hier. Deze supportzone. Om vervolgens een high-high te maken. Maar. Ja, ik zou er zelf zeker geen investering in doen. Um, want het ziet er niet heel erg mooi uit wat dat betreft. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Ik zou zeggen, happy trading. Komende updates voor het weekend alleen in de premium Discord-groep. En volgende week weer een nieuwe video. Dus vergeet niet te stemmen. Een hele goede dag, een heel goed weekend en happy trading.